In de zomer waren we in Utrecht en Gouda, om de stad te ontdekken. Dit weekend zijn we naar Dordrecht geweest, met tips van jullie. Maar helaas liep dit anders dan verwacht. Deze video loopt anders dan ik had verwacht. Dus dit is gewoon een gezellige vlog geworden, waarin we 24 uur met jullie tips op pad gaan. Zou je het aanraden? Ja. Het ziet er wel lekker uit inderdaad. Zo, daar zijn we. In Dordt. Nog niet het mooie en sprankelende Dordt, zoals je kan zien. Het zeer industriële. Wat een moeilijk voor de stad, hè? Industriële. We zijn hier voor 24 uur. We hebben al een helse rit achter de rug, maar we gaan er een leuke dag van maken. Nou, we komen gelijk met de markt binnen, schat. Ja? Zo, ruikt de frituur lekker, hè? De visfrituur. Hier, kijk. Oeh, ditje. Zo is het, hè? Heb je al een beetje verdiept in Dordrecht gehad? Nee, ik laat het gewoon geheel op me afkomen, want ik weet toch dat jij altijd dingen wil uitzoeken. Ik heb alles uitgevocht. We zijn hier al een keer eerder geweest, een paar jaar geleden. Alleen daar weet Dylan volgens mij niet zoveel meer van. Nee, maar heel even toch? Het viel me op dat het druk was met parkeren. Had ik niet verwacht. Maar ja, het is wel altijd zo. Het is wel de eerste 24 uur dat we op een zaterdag er zijn. Het kwam even niet anders uit, hè? Nou ja, dit is gewoon een spontane trip eigenlijk. Spontaneous, inderdaad. Yes. Toen zaten we hier. Wat? Ja. Dat was bij Luca. Hier heb ik een bolplank van gereden van Luca. Heerlijk. Kan je nog herinneren? Ja. Toch wel? Nu weer wel, ja. Nou, leuk. Dit is het centrum. Wil je wat? Is goed. En als je wat wil je dan? Oh, maar je hebt nog niks uitgezocht. Ik heb genoeg uitgezocht, maar ja. Waar heb je zin in? Ik wil graag verrast worden. Dan gaan we daar. In deze video zitten trouwens ook gelijk de food tips die jullie hebben doorgegeven. Dus er komt geen aparte video, dit is de video. We slapen vanavond in het Van der Valk Hotel en dat komt omdat alles hier volgeboekt zat. Morgen gaan we ook nog naar Villa Augustus met Soof. Oh wacht, dan moet ik niet zeggen met wie natuurlijk. Uiteindelijk zijn we niet naar Villa Augustus gegaan. Waarom, zie je later op in de video. Ik weet nog dat we naar de privézaal bioscoop gingen. Toen hebben we een cookie op. Uh-huh. Die wordt hier gemaakt. Oh. Als het goed is, zit dat hier. Ja, hier, koffielisjes. Oh, die zien er lekker uit. Ja, die vanille dingen. Zo. We zitten nu bij Koffielisjes. Is door velen van jullie aangevraagd. Ik ben er dus ooit wel eens geweest. Ze hebben dus hele lekkere koekjes en allemaal andere dingen. Ook cinnamon rolls en alles. Ja. Maar ga je alleen een koekje nemen? Wat wil jij dan? Nee, ik vraag het gewoon aan jou. Hoezo, want? Ja, dat er zo op de kaart staat. Ja, er staat wel veel op de kaart, hè? Heb je zin in iets? Gewoon een koekje delen, denk ik. Koekje delen? Ja. Dit is het uitzicht waar we zitten. Ziet er wel gezellig uit zo. Toch? Wat is daarmee aan de hand, hè, dat pand? Heftig. Met die? Nee, met die. Ja, die middelste. Ja. Oh, dat? Ja, 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 ja. Nou, ik heb net even gevraagd. De cinnamon roll is het beste wat ze hebben. Dat is wat ze zijn. Dus gaan we dat maar doen, hè? Dus cinnamon roll? Ja, cinnamon roll. Die is best wel... Wachtig. Grote jongen. Oké, net zoals jij. Kijk jongens, de cappuccino van Guylaine. Met een koekje erbij. Ja, het is mee, deze wil jij niet. Nee, ik kan helemaal. Dit is een noten, jongen. Oh, wel een goed koekje. Niet te zoet ook. Deze wel, hè? Heb je die heel zoet? Ja, wil je ook doen? Nee, is goed hoor. Dankjewel. Is die goed? Is het lekker koekje? Ja, heerlijk. Dat is een aardige cinnamon roll dit. Zie je hiervan? Oh, het is heel zacht. Ja, dat is een soort juice, toch? Oeh. Oh, een heel ander soort cinnamon roll, hè? Oh, die is wel lekker. Lijkt echt op een cake. Ook wel leuk dat je allemaal fruit bij krijgt. Ik vind het echt net een vlak huisgemaakte cake, eigenlijk. Ja? Een hele lekkere... Ja, een hele lekkere dressing erop of zo, ja. Hè? Pecan erop, ja. Is ook lekker. Ik vond wel waarom ze deze aanraden. Ja, ik vind het eigenlijk... meer op een zichzelf staand product. Ik zou niet per se echt een cinnamon roll daarin herkennen. Bijna een taartje. Ja. Maar dan echt een gebakje. Ja. Dit is voor mij nagenoeg perfect. Kekerig. Het is luchtig. Zoet, vind ik. Zelfs dat zoete eroverheen, vind ik, denk nou, het valt wel mee. Het heeft echt een goede kaneelsmaak, maar ook weer niet te overheersend. Er is een goede balans daarin of zo. Crunchy erop. Crunchy erop, ja. Dus 5 dubbels? 5. 5 en 5. We hebben koekjes erin meegekregen, dus die testen we nog wel een keertje, denk ik. Maar, vond je het lekker? Ja, echt heel erg lekker. Ja. Boven verwachting. Cappuccino was ook goed. Ja, dat is een goede cappuccino. Ja. Dus over het algemeen gezien, wat zou je het voor cijfer geven? 5. Gewoon, 5 out of 5. Top, gewoon heen gaan dus. Dankjewel, denk ik. Oké, nou dan weten we dat ook weer. Zullen we even gaan lopen? Ja. Vullend dingetje. Ja. Maar ook, maar wel luchtig. Luchtig en vullend. Prima om te delen, hoor. Ja, zeker. Cool.
Nadat we een lekker kaneelbroodje op hadden, was het tijd om Dordrecht te gaan ontdekken. Dordrecht is een mooie historische stad met heel veel conceptwinkeltjes. Wat ik zelf ook niet wist, maar het was wel leuk om te zien. Pancake District werd ook vaker aangeraden, maar daar heb ik geen zin meer in. Het ziet er wel echt... Ziet er niet heel gezellig uit. Pakken hij Bart uit de kleur. Ja, een beetje wel, ja. En Foodnerd, daar hebben ze hele goede broodjes, zeggen ze. Oh. Ja, zij bunchard het ook. Oh, die ziet er wel hier, echt goed uit. Oh, echt? Ja. Wat veel van die winkeltjes, hè? Ja, veel van die kleinere snijsterijwinkeltjes. Het gezicht daarin. Oh. Het ziet er heel raar uit. Ja, wel veel winkeltjes die je niet ergens anders die spulletjes ziet. Misschien is het nog relatief goedkoop, die pan of zo. Ik denk dat ze proberen inderdaad volgens mij wat meer levendig te houden. Door dat soort pandjes goed aan te bieden. Wel leuk, ja. Ik moet zeggen, ik vind het wel gezellig uitzien, hoor. Met al die winkeltjes zo. Ja, het is beter dan leegstand, toch? Toch, ja. Dat sowieso, als je het vergelijkt met Schiedam bijvoorbeeld. En hier is de kerk volgens mij hiernaast, dacht ik. Hélène en ik houden van kerk om daar naar binnen te gaan. Vind je dat altijd zo leuk? Nou, licht te gaan, hè? Hoezo? Als we iemand zien staan, ja, wordt dat namelijk altijd aangesproken. Ja, dat is wel waar. Ik word wel altijd aangesproken. Je moet altijd op de grijze dakduiven afgaan, dan weet je waar de ingang is, toch? Vergrijzing op een hoopje ziet staan, dan weet je als je de goede kant op gaat. Dan weet je dat dat de ingang is, toch, van de kerk? Dus dat is €5 entree, dus dat gaan we niet doen. Maar ik had nog wel iets hier in de buurt. Dat heet het Huis van Gein en daar kunnen we met onze museumjaarkaart in. Dat werd ook wel vaker getipt. Is dat leuk? Ik weet het niet, werd vaker getipt. Voor mij is het een heel oud huis of zo. Nou, ja, daar hebben we al gewoond. Dus. Ik verkoop het niet goed, maar ik weet volgens ook niet. Volgens mij is het een heel oud huis. Ik denk gelijk aan ons oude huis. Nee, gewoon heel oud. Nee, volgens mij in een bepaalde. Echt heel oud. Ja, in een bepaalde tijd of zo. Dus lijkt 1800. Maar hier, het is wel leuk op zich, dit haventje ook. Ik wilde zeggen dat ik het echt heel leuk vind dat we samen weer op een tripje zijn. Dat sowieso. Dat is altijd gezellig. Wel gezellig, hè? Voel ik echt de liefde weer helemaal opkomen. Is het serieus? Ja. Echt? Hoezo voel je nu dan weer de liefde? Alsof het, het is toch altijd anders, hè? Ja, als je tweetjes weg bent. Dat is waar. Omdat je net een cinnamon roll naar binnen hebt zitten knallen, zeker? Onder andere, en koffie. Weet je dat, dan gaat mijn hart helemaal open. Vooral de koffie, toch? We gaan zelfs nog een cacao-ceremonie met z'n tweeën doen. Oh, heerlijk. Ik weet niet of ik dat ooit zou willen. Nee, volgens mij is het een soort haai, is dat toch? Ja, dat is niet mijn ding. Ik hou daar niet zo van. Nee. Mensen uit Dordrecht lijken wel geld te hebben, als ik het zo zie. Van waar zeg je dat? Die boten. Zie je niet hoe groot die zijn? Zo die je zegt. Het lijkt wel de Hamptons hier. Of hebben ze daar geen water? Hamptons? Nou, dit is het. We kunnen met onze museumjaarkaart er gratis in. Top. Ziet er wel gaaf uit. Ja. In het boekje stond dus al de info die we... Niet die deelde mee samen. Zo. Boekje. Het uitzicht naar de... Ja, naar het boekje. Oh, je hebt hem wel. Ja, tuurlijk. Oh, kijk hier. Oh. Die, heb je dit al gezien? Het plafond, joh. Nou, zou ik er één uitslopen? Ja. Nou. Ruit een stuklaag eroverheen. En dan? Lekker alles wit, lekker beige. Lijkt wel een soort van ontvangst. Zo ja? Met die ronde. Zo, als we dit als ontvangstzaal zouden hebben. Hè? Er stond nog best een lang mannetje zo. Ja. Alleen de rijken hadden dit. Ja, tuurlijk. Maar je hebt het idee, omdat je alleen maar dit soort dingen ziet, dat iedereen altijd er zo bij zat in die tijd. Dat ja, is natuurlijk dat niet is hetzelfde als met de mode, terwijl heel veel mensen gewoon niet al die grote jurken konden... Nee, precies, ja. Wow. Sick. Gaaf, hè? Heel tof, maar dit zijn doeken, hè? Ja. Ik denk dat het de schrijfskamer was. Zie je? Ja. Of de leeskamer. Hadden ze ook een kamer voor, hè? Een leeskamer. Bizar. Ja, maar wij nu ook. Ja, dat is de woonkamer gelijk. Tegenwoordig heel modern. Ja, ik kan nooit naar boven. Holy shit, er is nog een verdieping, schat. Wat een groot museum. Dat is dan museum. Heel hoog ook, want het is allemaal... Oh, dit valt nog mee, hoe hoog dit is. Het is wel een mooi uitzicht ook wel. Zo op de... Zou er wel wat anders uitgezien hebben, die boten? Ja, dat denk ik ook wel, ja. Het is oprecht wel een leuk museum om te zien. Heel erg leuk, ja. Een slager. Wow. Laat wel een beetje enge gevoelens voor. Het is groot. Schat, moet je hier komen kijken hoe groot het is? Is dit het huis zelf of zo? Ik denk het. Nee. Het zag er anders uit. Zoals kind, als dit je speelzolder is. Ja, ik denk dat ze het allemaal bij elkaar hebben gezet, hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Jij hebt wat informatie opgedaan. Ja, ik zal eventjes voor de zekerheid even mijn boekje erbij pakken. Ja. Van 1864 tot zijn dood in 1922 is heeft hij hier gewoond. En hij wilde graag dat het, want hij verzamelde allemaal dingen en hij wilde graag dat het voor het publiek opengesteld zou worden. Nou, dat is hem wel gelukt dan. Ja. Maar zou dat dan met dat geld van hem zelf zijn gebeurd of zo?
Ja, het is een zakenman. Oh, je bedoelt dat? Ja, zou je het aanraden? Ja. Ja, ik denk zelfs zonder museumkaart zou ik er wel voor dokken. Nou ja, ik ook wel. Heel mooi, het is echt leuk om te zien. Ja. En ja, het is ook allemaal nog zo mooi bewaard gebleven. Wat vind je het waard? 4,5? Ja. Nou, 4,5 wel. 4,5? Dus ik vind het echt wel heel goed. Oké. Okay. En ook leuk als je zo vrij zelf mag rondlopen. Ja. Best wel dingen mag je ook gewoon goed, kun je goed zien. Ja. Ze hebben er wel vertrouwen in dat je er van overal vanaf blijft. Dat vind ik wel goed. Ja, zeker. We liepen via de haven terug het centrum in, omdat we al een beetje trek hadden gekregen. Maar eerst wilden we even meten hoe groot we eigenlijk zijn. Dus even kijken voor je. Ja? Nee, veel te lang, dat klopt niet. Ja, serieus? Nee. Ik heb niet gevraagd. Dit denk ik toch niet. Jawel. Ik denk dat ik... Hallo? Ik... Oké. Okay. Ik laat even op de camera zien. Ga ik je niet stiekem omhoog? Nee. Nou, ik ben gegroeid. 1,67. Ik ben 1,70, schat. Nee. Nou, jij bent helemaal lang, denk ik. Ja, even lang. Even lang. We zijn even lang, schat. Wist je dat? Ja, heerlijk, schat. We zijn toch al een stuk gegroeid sinds we in Den Haag, uit Den Haag zijn gekomen. Vind je het gezellig? Ja. Waarom ging je ineens zo hard lopen? Ja, sorry, ik wilde even iets voor zijn, maar het loopt best snel. Ja. Maar wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel leuk. Ja? Heel veel van jullie hebben het altijd over deze winkel, dus we gaan eens een keer kijken. Leuk kraaibakken. Weet je, wat een heftige winkel. Ik heb daar dus nu wat mee met dit soort winkels. Oh, ik vind het heel leuk altijd. Maar kijk hoe groot dit ook is trouwens. Wow. Oh, man. Het doet me wel aan iets denken, wat we vroeger ook hadden. Ja, de Media Markt. Die grenzen. Media Markt. Nee, dat heet volgens mij de Eurowinkel of de Euroshopper. Ja, de Euroshopper, daar lijkt het een beetje op. Maar dan, die was wel kleiner hoor. Er ook eentje in Leidschendam wel. Trips. Dat is wel lekker, een meatstripje voor vanavond. Heerlijk. Of deze? Van deze vind ik echt beter. Ah, we hebben nog pasta nodig. Is dat een aankoop verplicht is als je hier naar buiten wil? Is dat zo? Ja. Stond dat daar? Mm-hmm. Oh, sick, schat. Wat ga je meenemen? Minimale besteding van 50 euro. Hier dit. Dat is misschien wel lekker. Celery salad. Oh ja, lekker. Ik was vroeger echt addicted aan Napoleons. Aan de wat? Napoleons. Ja, van deze? Schat. De frambozen. Die met salmiak vond ik echt geweldig. Ja, voor jou? Nee, ik was salmiak. Ik snap niet wat het is. Het zijn allemaal van die dingen die... Ponies. Ja, maar die de winkel wil uitgaan. Die hebben ze hier, dus die verkopen waarschijnlijk voor grote partijen. Ik wilde eigenlijk zeggen, leuk voor als je transacties gaat maken, maar dat mag natuurlijk niet meer, al die zooi in. Mag dat niet meer? Nee, vroeger kregen wij nog wel snoepjes, maar tegenwoordig moet het allemaal overlegd worden, volgens mij. Eeuw, ham en cheese flavor. Oh. Nee, ik weet niet eens wat ik gisteren gegeten heb, schat. Dat is het heerlijke aan mijn brein. Ik kan alles weer opnieuw beleven. Gisteren hebben we een eitje op een cracker op met Als je met mijn brein opnieuw een tv-serie kijkt, dan denk je van, oh leuk. Dan kom je daarna seizoen 2 achter van, volgens mij heb ik het al een keer gekeken. Een cadeautje voor je, man. Nou, graag. Echt leuk. Zo, die is wel heel leuk, hè? Pas je op. Volgens Bun Charlotte is de foodnerd hebben de een van de lekkerste broodjes van Dordrecht, zei hij. Maar ja, ik weet niet welk broodje. Hij kan er ook zitten, hè? Oh. Dat wist ik ook. Wil je eentje delen? Is goed. Welke wil je dan? Prosciutto di Parma. Zal ik ook wel verdenken, inderdaad. Ja. Nou, duidelijk. Gelijk goed. Ik weet niet of dit hetgene was wat hij bedoelde, maar ze hebben hier echt de beste broodjes van Dordrecht. Maar daar staat beste broodjes, staat waar we hem uitgekozen hebben. Nou, dan hoop ik dat moet goed gaan, dan moet het goede broodje zijn, ja. Het valt me wel mee hoe druk het is in Dordrecht. Dan moet ik het even vragen. Ja, ik zat wel even vragen. Was iemand anders koek gekregen? Ik had een vraagje. Ja. Deze zat erbij. Is jullie? Oké. Ja, nee, ik dacht anders zit hij per ongeluk nee, bij hoor, de... Nee, helemaal niet. Nee, dit is zeg maar mijn specialiteit. Dat is haar specialiteit. Dus of we die wilden proeven, wat zei ze. Ja, het ziet er wel lekker uit inderdaad. Heb je minder... Ben je een stukje? Oh, het is een heel chewy koekje volgens mij. Lekker zoutje er ook in. Ja, lekker zout. Ja, goede combinatie van zout en zoet. Ik eet alleen maar koekjes vandaag. Ja. Dan hebben we nog geen koekje op. Dat is het eerste koekje. Heel gooey. Kijk, er zaten nog wel meer lekkere dingen tussen trouwens. Ze weten wel hoe ze koekjes moeten maken in Dordt, hè? Top, dankjewel. Dankjewel. Is smakelijk. Dank je. Oeh, zo, dat ruikt lekker, hè? Lekker ook in Dordt 2. Ja. Is die warm? Nee, is niet warm. Nee, niet warm. Oeh, zo. Dat is een goed broodje. Pesto en alles. Yeah. Zin in. Oh, dat gaat lekker, die pesto. Ja. Goeie pesto. Zelfs brood ook. Mm-hmm. Zo, dit is heel lekker. Is niet gelogen, hè? Nee, is niet gelogen, nee. Ook goed belegd trouwens, ook genoeg. Veel pesto. Ik zeg gewoon donuts. Vijf, ja.
heel lekker. Nog een beetje te twijfelen, maar waar twijfel ik aan? Ja. Mm. Zo, deze winkel is pas 4 maanden open, hoorden we net. Maar dit is wel echt een aanradertje om heen te gaan, hè? Zo. Er zat de hele tijd een stel naast ons, dus we waren nogal stilletjes aan het proeven. Nou, broodjes is wel echt het ideale. Ja. Dat je allemaal verse ingrediënten hebt. Ja. Van kwaliteit. Topper. Zeker. Maar zij vertelden dat ze dus dingen zelf vers uit Italië ook halen. Alles wat ze zelf lekker vinden, zei ze. Dus ja, echt een aanrader om heen te gaan, Food Nerd. Gaat hier helemaal los met allemaal van die conceptwinkeltjes, hè? Of van die lampen, die zijn wel leuk trouwens. Ik vind altijd die lampen zo leuk. Maar die zijn heel hilarisch, ja. Hey, kijk deze, die lamp. Hé, robotjes, schat, robotjes. Zo, ze hebben er heel veel. Oh, dat is lang geleden. Die verzamelen we. Hey, schat, kijk, kijk die kleine daar, die gele. Hé, hey, ze hebben hier ook die... Hey. Jongens, het is echt lang geleden dat we een robot tegen zijn gekomen. Leuk. We hebben er nu 2 trouwens. Dit is het laatste gedeelte van de winkelstraat volgens mij. Is dat echt? Ja, volgens mij wel. En dan heb je nog een klein stukje daar volgens mij ergens. Het is vooral, je komt er niet om te winkelen in de zin van, je gaat even kleding shoppen en zo. Nee, kleding hebben, niet. Maar ze hebben wel leuke winkeltjes, vind ik. Het pottenbakkerijhofje. Welk museum is dit dan? Escape Game. Museum Hof van Nederland. Hier zit het magazijn. Hier gaan we vanavond eten. Oh, nice. Ik wil even, vind je het goed als ik hier even bij die platenwinkel boven kijk? Ja. Ik wist niet dat het zo'n drukke aangelegenheid hier was om te gaan eten. Ik heb er nu al spijt van. Maar ja, het zal wel lekker zijn, toch? Ik hoop het. Ik hoop het ook. Intens. Waar we vanavond gaan eten, dat wordt wel een uitdagingje met de camera. Ja, anders moet het maar sfeerbeelden worden met voice-over. Ja, dat wordt dan kun je maar... anders niks aan doen, hè? Nee, maar we gaan het zien. Maar we hebben precies om 5 uur gereserveerd. Dus ik denk dat het dan niet heel druk gaat zijn. Voor de akoestiek en voor de overprikkeling moet je er niet heen gaan. Dat zie ik nu al. Dan wordt een vroegertje, hè? Wordt lekker slapen om 6 uur. Dat denk ik niet, schat. Dan zitten we, zijn we dan net zitten klaar. We er nog. Ja. Dit is wel het minst leuke gedeelte, hè, dit. Prachtig. Ja, vind je het mooi? Ja. Dit is mijn favoriete gedeelte tot nu toe. Hier kom je graag zeker. Hé. Hey. Het is niet goed gegaan. Nee, het is hier ook niet goed gegaan. Nee. Dit is het meest ongeïnspireerde gedeelte van Dort. Want ik dacht eigenlijk, waar zijn eigenlijk al die winkels gebleven? Waar iedereen altijd op afgaat. Maar dat is hier dus. Zo'n winkelcentrum, maar dat ziet er niet uitnodigend uit, laten we het zo zeggen. Hiervoor hoef je niet naar Dort te komen. Dit is hoe ik... Nee, toen ik dacht dat de stad niet leuker kon worden, lopen we hier echt geweldig. Ja, verschrikkelijk dit, hè? Ja, echt er. We hebben het centrum gezien. We hebben er doorheen gelopen. Ik denk dat het wel leuk is om nog even een museumtje te pakken. Gaan we daarna uit eten en dan gaan we daarna lekker naar het hotel toe. Wow, we komen ineens hier uit. Ziet het er gewoon uit? Groot hofje. Beetje een Begijnhof. Groot hofje. Qua gebouwen is het wel de moeite waard om een keer doorheen te lopen, hè? Die garage er bovenuit staat. Ja, dat vind ik zo. Ja, maar kijk, dat ook, dat pand. Oh. Dat is niet echt mooi. Dat zou eigenlijk boven moeten worden, vind je niet? Ja, vind ik ook. Dat is van zo dichtbij ook. Maar dit ziet er zo leuk uit. Maar kijk hoe cool. Jongens, ik had het al te horen gekregen, maar inderdaad, meerdere gemeentes hebben kooien voor bladeren. Hier dus ook. Ze zijn ook wel heel wild, die bladeren. Wat ik nu heb gedaan is in principe heel Dort. Oh, ik vind het wel leuk hoor. Ja, toch? Ja. Dat is wel leuk. Het zou wel geweldig zijn om hier te wonen. Nou, ik zat net te denken, zou dat leuk zijn? Ik krijg natuurlijk wel constant dan toeristen die er komen kijken, maar ja, dat is niet zo'n ramp eigenlijk. Ja. Maar meer toch? Gewoon hoe het ziet er wel echt leuk uit. Het voelt op zich wel veilig dat je zo... Een soort van met z'n allen op elkaar Een soort kijkt. Van old school gated community. Ja, precies. Er zijn niet zo heel veel hofjes meer in Nederland, nee, toch? Nee, in Antwerpen. We gaan trouwens binnenkort naar Antwerpen. Dat is wel leuk. Mochten jullie daar nou tips hebben voor eten, laat het vooral weten. We hebben sowieso eentje waar we heen gaan, maar voor de rest wil ik wel weer wat nieuwe tentjes kijken. Dus mocht je tips hebben, drop ze vooral in de reacties. We gaan nu trouwens naar het museum in Dordrecht. Met een museumjaarkaart. Met museum. Dat is tegelijkertijd een sponsor van deze video. Nou, was het maar zo leuk. Nee, helaas. Dat wilden ze niet, jouw sponsor. Nee, ik had wel eens een keer een mailtje gestuurd, maar dat deden ze niet. Oh, ze deden het niet. Oké, dat is minder erg. Hoezo? Dacht je dat ze mij niet leuk genoeg vonden? Ja, de hoeveelheid dat jij afgewezen wordt is gewoon echt zielig. Dat gewoon dagelijks wel 1 keer. Door jou, in bed. Zo, dat ziet er wel heel gaaf uit. Ziet er statig uit, hè? Zo. Kijk dan die lichtjes ook er al erin. Hebben ze lichtjes? Waar zie je dat? Oh ja, ja. Oh ja, wow. Zo cute. Een mooi pand, zegt dit. Dat is fantastisch mooi. Het verbaast me wel, Dordrecht.
Vind je het? Ja. Het museum in Dordrecht is groter dan ik had verwacht. Het is altijd wel leuk dat we die museumjaarkaart hebben, want dan kunnen we er gratis naar binnen. Nogmaals geen sponsor, maar het is wel leuk om te doen. Wat vonden we hiervan? Ja, prima. Ja. We zijn best wel veel naar musea's geweest de laatste tijd. En ja, dit is gewoon mooi werk, maar niet heel bijzonder. Gewoon mooi. Ik zou dit 3 donuts geven, het is gewoon prima. Mm. Kleine verandering van plannen. Ik voel me niet heel geweldig. Dus we gaan naar het hotel. Kijk, als het hotel in de buurt was en niet een kwartier rijden, dan had ik gewoon even naar het hotel gegaan en dan waren we nog wel uit eten gegaan. Maar ik ben gewoon kapot. Ik ben moe en mijn maag gaat niet helemaal lekker. Heeft niks met het eten van vandaag te maken, want je had er gisteren al last van, hè, volgens mij. Ja. Maar goed, dus dat is wel even een beetje jammer. Maar morgen gaan we dan naar Villa Augustus, dus dat was leuk om te zien. En we gaan nu naar het Van der Valk Hotel. En volgens mij naar de nieuwe vleugel, hè? Ja, ik hoop het. Dus ik ben benieuwd, we gaan het zien. Nou jongens, we zijn er. En we hebben hier, als het goed is, in het nieuwe gedeelte hebben we een kamer. Dus ik ben heel erg benieuwd. This looks very fancy schmancy. Ziet er mooi uit, hè? Ja, Jack's Casino. Nou, zullen we gelijk naar Jack's Casino doorgaan? 2, 2, 0, 4. Oh, we zitten aan die kant. Yes. Zo, lekker spiegeltje. Zo, fancy hoor. Ziet er mooi uit. Ja? Zo, heerlijk. Wauw. Wat een groot nest. Wat een grote kamer ook. Nou, het uitzicht is weer fenomenaal. Wauw. Dat is nooit zo heel erg mooi. Kijk naar je grootste angst. Ja, de snelweg, de freeway. Oh, het is hier koud trouwens. Ze hebben hier de, ja, hoe moet je dat zeggen? Oh, de spiegel naar de badkamer. De badkamer, maar je kan kijken als je aan het douchen bent. Nou, dat is toch leuk. Dat is heel leuk. Dat is wel eigenlijk, dat zou ik thuis ook wel willen, dat we geen moment van elkaar verwijderd zijn. Oh ja. Oh, ziet er wel mooier uit als bij Noordorp. En nog een bad erbij. Ja, dat is wel mooier dan in Schiedam inderdaad. Zo. Want het is gewoon een normale kamer, toch? Ja, dat weet ik niet. Volgens mij heb ik wel een iets duurdere kamer. Daar zijn we weer. Ga je daar zitten nu? Wel gezellig trouwens dit. Zo'n bankje. Ja, dus we hebben het bij twee. Bij die ene hebben we het al op. En nu bij koffielisjes hebben we nog een koek meegekregen. Dat is met white chocolate. Zo, die ziet er echt fucking lekker uit trouwens. Dit is een koek met white chocolate en cakebeslag. Lekker hoor. Dit doet me dus denken. Ja. Je hebt van die koekjes. Met dat gele topping erop, van die kleine soort van avocado topping zit erop, of zo zeggen ze dan. Is het niet. Die topping doet me heel erg aan denken. Maar ik vind Dordt echt heel leuk, in vergelijking met wat ik altijd dacht van Dordt. Ja. Maar ik ben wel blij dat we niet bij die magazijn gaan zitten, want ik vond het echt zo druk. Ik hou er heel erg van om even terug te trekken op het hotelkamer, als je even, want we zijn nu iets van 5 uur volgens mij in de stad geweest. Dan vind ik het gewoon te lang. Dan wil ik heel eventjes terugtrekken. En dat je dan nog even lekker iets kan eten of zo. Ik vind het gewoon te ver uit het centrum. Dus daar had ik even wat beter over na moeten denken. Ja, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Ja. Maar we doen het ook nooit. Nee. Zo last minute. 1. Zo is echt een grote, hè, dit. Ik heb geen sandwich meer. Even wat eten. Heb je sleutel? Ja, ik weet het. Ik zit daar in twijfel of ik bij ben. Hi, mate. Heb je er zin in? Ja, enorm. Waarom worden we altijd naast de mensen gezet, schat? Ja, dat als je naar een restaurant gaat, dan zijn er ook nog andere mensen. Ja, maar echt bal ernaast. Ik weet niet. En dan zetten ze de meeste mensen dicht bij elkaar, zodat het lekker gezellig is. Ja, maar ik vind het niet gezellig. De tafel is goed uitgelicht trouwens, maar wij zijn er wat minder door uitgelicht. Echt? Ben ik donker? Ja. Peter, jij bent heel shiny door het licht. Nou, voorgerecht gaan we niet voor, denk ik, of wel? Wil je voorgerecht? Nee. Truffel burger, brioche heb ik wel zin in. Brioche? Ja, het liefst had ik gewoon een good old classic saté gewild, maar die hebben ze niet. Nee, die hebben ze niet. Raar, hè? Ik denk dat ik voor de house steak crispy beef ga. Oeh, dat ziet er wel lekker uit trouwens, deze. Het broodje ziet er wel heel lekker uit. Dit is een broodje van die ik altijd bij de Albert Heijn. Eventjes mijn trui op stropen voor dit brood. Dus heb je het brood alweer geruineerd? Ja, dat was ik. Dit is mijn broodje. Ja? Ja, tuurlijk, schat. Dat weten we toch wel. Ik hou van dit brood. Jij houdt van wit brood. Ja, jullie is altijd hier wel lekker, vind ik. Weet je wat me nou opgevallen is? Dat hier een gul in de tafel zit. Ik vind het wel innovatief. Ja, het is wel innovatief, eerlijk is eerlijk. Hier. Echt een lekkere top mayo wel. Zo, ziet er lekker uit, meid. Draai eens even. Ik heb nog een hele truffelsaus. Zo, lekker hoor. Staat op een draaiplaat, hè?
Mooie steak. Zo, die ziet er ook lekker uit trouwens, die steak. En friet. Nou, vind ik aardig, die friet. De hoeveelheid? Een bakje bijvraag gewoon. Ja? Bas? Ja. Voor Van der Val. Dat is onze nieuwe slogan, toch? Verrassend lekker voor Van der Val. Het vlees gaat niet als boter. Nou, oh, dat is wel lekker, ja. Speciaal gekruid ook. Ik heb het idee dat Van der Val ook beter wordt in het eten. Ja. Nou, is het dus 6:30? En dan denk je, jeetje, liggen ze nu al in bed? Ja. Ik moet zeggen, vaak doe ik het niet in die video's laten zien, omdat ik denk, ja, dat is niet zo interessant. Maar ik krijg ook vaak de vraag, hoe doen jullie dit? Omdat we allebei wel wat aanpassingen nodig hebben in het leven. Maar ja, dat is gewoon door op een gegeven moment te denken van oké, we gaan vroeg eten en dan gaan we dan maar naar bed. Niet dat ik trouwens gelijk kan slapen, want ik slaap meestal pas laat. Maar ik merk nu dat ik wel een beetje kapot ben. En Guylaine die slaapt waarschijnlijk over een uurtje of twee. Ja, ik slaap eigenlijk altijd wel heel vroeg. Ja. Maar op dit soort dagen dan snurk ik al voordat kinderen naar bed gaan. Dus wij gaan nu YouTube kijken. Dat doen we meestal als we weg zijn, als het kan. Want hier kunnen we YouTube en Netflix kijken. Wat wel leuk is, ik weet niet of jullie dat weten, maar er is ook een Van der Valk supermarkt. Daar wonen wij best wel dichtbij. Oh, ik zat echt te denken van, huh? Ja. Maar dat is waar inderdaad, Van der Valk Versmarkt heet. Dat is de enige in heel Nederland volgens mij zelfs. Mm-hmm. En dat is waar ooit Van der Valk gestart is, namelijk in Voorschoten. Voorschoten. Mocht ik nou ooit eens een video daarover moeten maken, laat het vooral weten. Wij gaan lekker YouTube kijken. Tot morgen. De volgende ochtend. We hebben geslapen. Ik was al redelijk snel in slaap gevallen. Maar het bed, ja. Zo, we hebben een nachtje hier geslapen. Ik moet zeggen, het bed was wel erg hard. Maar op zich prima geslapen. Ook lekker vroeg. Dat is ook wel fijn. En nu gaan we genieten van het ontbijt. Wat? Dit is denk ik wel ons favoriete onderdeel van bij Van der Valk zijn. Is het ontbijt, dus het zal wel goed zijn, toch? Heb je zin in het ontbijt? Is altijd goed, altijd goed. Altijd goed, zoals je hoort. Als je de video's vaker kijkt, dan weet je dat we een fan zijn van het ontbijt bij Van der Valk. Deze was ook weer erg lekker en uitgebreid. Deze video loopt anders dan ik had verwacht. We zouden ook nog naar Villa Augustus gaan, maar ik heb de afgelopen tijd te veel gedaan, merk ik. Dus we gaan lekker richting huis. Ik moet zeggen, wat ik van Dordrecht vind, is dat het een leuke binnenstad is. Als in met gebouwen en architectuur en historie. Voor de winkels, nou, als je gewoon normale winkels wil winkelen, dan zou ik zeggen, nou ja, ga naar een andere stad. Als je wat meer conceptwinkels wil hebben en misschien wat leuke eettentjes, dan is het wel een aanrader. Al had ik wel gehoord dat avondeten sowieso wel wat lastiger was. Dat er niet heel veel tenten zijn die echt verder boven uitspringen. Wellicht komen we ooit nog een keertje terug. Wat vond jij ervan? Wat zou je het geven, Dordrecht? Ja, ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Ik geef ze echt een goede 4. 4 donutjes. Voor mij is het eigenlijk ook wel 4 donuts. Ik vond het leuk. Ik vond het leuk om te zien. We gaan sowieso nog een keer naar Villa Augustus. Maar dat komt gewoon ook in een andere vlog wel een keer. Dus dan weet je dat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.